Ik heb hier afgesproken met Liesbeth Roet. Liesbeth staat op plek 6 van de kieslijst van het CDA en zij is lid van de Centrale Cliëntenraad van de Zorgcirkel. De cliëntenraad die behartigt de belangen van de bewoners, van de cliënten. En dan moet je denken aan de veiligheid, bijvoorbeeld de medicatieveiligheid of de veiligheid van de gebouwen. Maar de cliëntenraad die ziet er ook op toe dat gelden die vanuit Den Haag komen voor verbetering van de zorg ook daadwerkelijk aan de zorg besteed worden. Het CDA heeft eind vorig jaar de eigen bijdrage van de dagbesteding afgeschaft. Daar was een meerderheid voor gekomen in de raad. Waarom is dat zo belangrijk? Dat is om twee redenen heel belangrijk. Ten eerste is het heel belangrijk voor de cliënt zelf. Die heeft een zinvolle invulling van zijn dag. Hij ontmoet andere mensen. Hij heeft het gevoel dat hij er weer bij hoort. Maar de andere reden is, als mensen thuis wonen, dan worden ze vaak verzorgd door een mantelzorger. En die moet het vol kunnen houden. Op deze manier ontlast je ook de mantelzorger.